eerste, jullie allemaal bedankt. Ik heb een quick scan afgelopen dagen gedaan en ik weet dat iedereen hard werkt of minstens iedereen iets doet. Toch heb ik maar de afgelopen dagen gehoord in de media wat ik niet kan tolereren is als niemand niets doet. Toch, dus iedereen moet iets doen. Het feit dat u hier bent is ook een bijdrage. Ik ben inderdaad, zoals bekend, Riyad Noor Mohammed. Ik heb een gezin, één kind, mijn vrouw is ook hier aanwezig. En in mijn dagelijks leven heb ik gewerkt op de universiteit. Ik doe dat nog steeds achter de schermen. En ik ben vereerd dat de vertegenwoordigers van de universiteit ook aanwezig zijn. Er zijn verschillende zaken. De directeur vroeg het al, waarop gaan we letten? Net wat ik zei, ik heb 20 evaluatiepunten. Zaken als beleid, HRM, personeel, media, maar ook met de regelgeving. Dat zijn een aantal van de topics. De begroting staat erop. We weten het, er is veel gesproken over corruptie. Nou, dan gaan we het even onderzoeken. Laten we het officieel zwart-wit zien. Wat zijn de problemen? Zijn er projecten aangehouden? Laten we dat zien. Ik maak een overzicht en dat zullen we wel onderzoeken op basis van gegevens. Een belangrijke pijler voor mij in die 20 punten is ook data en onderzoek. Toch? Het kan niet zo zijn dat als een weg aangepakt moet worden, dat we in Saramaka dat we 3 voertuigen moeten sturen om te meten hoe lang die weg is. We moeten een kaart weer hebben met data. Toch? Dus data en onderzoek is verschrikkelijk belangrijk. Ik weet dat de meteorologische dienst, die hebben veel data. Je moet er wat mee doen. Waterkundige dienst, je moet er wat mee doen. Dus zo zullen er een aantal zaken zijn dat ik met jullie allemaal ga bespreken, afhankelijk van de afdeling waarop jullie zitten.